In de Biesbos wordt er hard gewerkt aan de opbouw van het ridderspectakel. Het evenement vindt zaterdag en zondag plaats. Op het evenement zijn verschillende activiteiten allemaal gericht op de middeleeuwen. Een van die onderdelen is de show met ridders te paard. Het is een wapendemonstratie. Dan gaan ze te paard met hun zwaard laten zien hoe ze vroeger dan een, ja, iemand. Uh, onschadelijk maakte uh, en smiddags hebben we het, het grote steekspel waarbij uh, de ridders met lanzen uh, op elkaar af uh, afkomen. Een ander onderdeel is de bestorming van de vesting. Hier, uh, hier wordt een, een grote houten vesting opgebouwd en daar uh, met kanonnen en uh, die uh, gaat bestormd worden. De organisatie verwacht tussen de 2.500 en 5.000 bezoekers. Dat zijn er meer dan vorig jaar. Onder de bezoekers zullen veel liefhebbers van geschiedenis zitten. Maar naast de liefhebbers van geschiedenis ook heel veel gezinnetjes die, waarvan de kinderen gewoon even graag jongvrouw of, of ridder willen zijn.